Ja, mijn eerste unboxingsfilmpje. Yeah! Wat heb ik gekocht? Ik weet niet eens of het handig is. Ja, een papiermes. Nou, eens even kijken. Haal hem eraf. En daar heb je dus gewoon een schaar bij nodig. Nou, een kokertje. Wat kun je ermee? Ah, het opbergen van papier. Tada, natuurlijk. Ik was voorbereid. Waarom wil ik dat ook altijd met één hand doen? Dat blijft ook altijd een dingetje. Huppakee. Nou, even zo doen. Ja, dat zou kunnen werken. Je kunt er ook mee snijden. Dat gaan we zo eens uitproberen. Maar daar heb ik ook twee handen nodig. Twee handen vrij en daar heb ik hem weer. We zien het mesje zitten. Begin van het papier. Oh. Ja, er worden veel uitvindingen gedaan, maar of ze ook echt handig zijn. Maar het is in ieder geval makkelijk om te bewaren. Ja, zeg maar dat ik. Zoiets nodig heb. Moet ik natuurlijk niet dubbel gaan. Zo. En dan is het een kwestie van. Joef. Nou, dat werkt dus wel redelijk. Het is een beetje oefenen. Ik zal wat hierin stoppen. Ik ga verder met inpakken. En dan heb ik jullie even niet meer nodig. Zo, wat gaan we doen? We gaan streepjes coderen op de jute zak maken. Ik heb de cadeautjes ook nog ingepakt met dat ding. En ja, je moet natuurlijk wel een schaar blijven gebruiken. Het is handig voor de grote stukken, maar daar houdt het ook mee op. Dat over dat rode dingetje. Wat heb ik hier alvast gedaan? Met grote plakband afgeplakt. Streepjes gezet hiermee. En ook met de grote plakband. En dan maken we zo op. Plak ik hier dan de streepjes met plakband af. Nou, ik heb al wat streepjes gemaakt. Kleine streepjes. Zo kun je je eigen streepjescode verzinnen. Ik teken het gewoon af met de plakbandrol zo. En dan weet ik precies wanneer ik zometeen van hier naar daar plak. En wil ik een grote afstand, dan doe ik dat zo. Tot ik hem helemaal vol heb. Nou, ik heb mijn eigen streepjescode verzonnen. Nou moet dit nog zwart worden. Dat gaan we even buiten doen. Hier moet nog even wat afgeplakt worden. En hier, want daar wil ik natuurlijk geen niet zwart hebben. En dan moeten we even een spuitbus met zwarte verf uit de garage pakken. Er zal vast nog wel wat staan. En dan gaan we dat eens even doen. Zo maken we dan streepjescode op de jutezak. En dan hopen dat de NTR volgend jaar niet te moeilijke dingen gaat verzinnen. Nou, zijn we buiten. Goedkope verf.
kijken of het lukt. Zo. En nu even laten drogen. Zo, en zo ziet het er dan uit. Een streepjescode op. Een Sinterklaaszak. Dus die kids van mij, de jongste dan, die krijgt dus de pakjes met pakjesavond met een streepjescode. En de oudste die gelooft niet meer. Maar die snapt nog steeds niet hoe de zak voor de deur komt te staan. Dat is weer een ander verhaal. Vind je deze filmpjes leuk? Duimpje omhoog. En wil je wat vragen, zet je het er lekker onder. En dan zal ik zeggen, tot de volgende keer.